Maar je hebt wel natuurlijk een kopje gevuld met laag bloed in handen. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag, we zijn vandaag zaterdag en het is nu 7:30. Gisteren heb ik het laatste webinar gekeken van de webinarweek. Maar ik heb deze week niet gevlogd, dus jullie hebben gewoon helemaal gemist dat ik een webinarweek heb gevolgd. Het is namelijk een week vol interessante webinars georganiseerd door Sjoukje van Prof Bloggers. En het was echt heel interessant en inspirerend. Maar ik ga er sowieso nog een volledige blogpost aan wijden. Deze week ben ik ook iets nieuws en interessants te behandelen. Ik had namelijk al een tijdje een menstruatiecup. Trouwens, als dat too much information is, ga gerust weg. Of spoel door in deze vlog. Maar ja, ik had het ooit al een keer geprobeerd, maar toen lukte het niet. Waarschijnlijk omdat ik toen veel te gespannen was daaronder. En, een paar dagen geleden, de tweede dag van mijn menstruatie, heb ik dit dan toch een kans gegeven. En ik moet zeggen, het is echt heerlijk om gewoon ongeveer 12 uur niet aan je menstruatie te moeten denken. Je staat namelijk, allee, ik doe het toch zo, ik sta 's morgens op. Ik ververs make-up. Ik kom 's avonds thuis, want dat is meestal al ongeveer 12 uur van als ik rond 6 uur opsta tot rond 6 uur 's avonds. En dan haal ik hem eruit, ik ververs hem. 's Avonds heb ik het idee dat ik, allee, 's nachts heb ik het idee dat ik toch minder bloed. Dus dat is ideaal. En dan steek ik hem er weer in, ga ik er weer mee gaan slapen, sta ik de morgenochtend op, haal ik hem eruit, ververs ik hem. En steek ik hem er direct terug in. En 's avonds als ik thuis kom, haal ik hem er terug uit. En ik moet wel bemerken dat het de eerste dagen nogal moeilijk ging. Zowel het correct plaatsen, dat hij goed zit, zodat je hem niet voelt zitten en zodat hij niet lekt, als het eruit halen. Het eruit halen is op dit moment ook nog niet helemaal 100% handig, maar het lukt veel beter. Op YouTube doen ze dat zo van die glazen, maar ja, kan niet zo mijn hand daar volledig in. Dus het is altijd wel een beetje foefling. Okay, ik snap nu nog wat humor in dit woord. Ja, als ik het mooi uitleg, is het helemaal verpest. Maar ik vind het echt heel erg handig. En ik had niet gedacht dat ik dat ging vinden. Omdat de meeste mensen die nu een menstruatiecup gebruiken, daarvoor een tampon gebruikten. Ik gebruikte echter nooit een tampon, want ik vond dat echt niet handig. Ik moet zeggen dat ik het ook maar één kant heb gegeven. Dus ik werd al jaren bij maandverband. Het handige is aan de menstruatiecup, hij is super compact. Dus binnenkort ga ik op reis met de trein. En ik hoef geen hele pak maandverband mee te doen. En een rugzak, enkel één zo'n cup. En dat is wel handig. Daarnaast zou je er ook mee kunnen gaan zwemmen. Ik heb dat deze week nog niet gedaan. Omdat ik nog heel hard aan het proberen was hoe dat die erin moet, hoe dat die eruit moet, hoe dat die zorgt dat die goed zit. Want de eerste dagen heb ik wel nog lekjes gehad. Niet zo in die monstrosity. Het waren eigenlijk gewoon de soort lekjes. Normaal had ze eigenlijk als mijn maandverband niet volledig mijn ondergoed bedekte. En die lekjes eigenlijk had ik met mijn make-up.
En ik vermoed dat dat was omdat hij niet volledig juist zat. Of dat hij niet goed genoeg zat. Of niet laag genoeg zat. En ik heb het idee dat ik nu wel veel handiger in ben geworden. Als jullie het handig vinden dat er daar nog een keer een volledige blogpost over komt, is dat ook goed. Maar het is echt heel veel makkelijker. Merk ik nu al. En ik heb hem nog maar één menstruatieweek gebruikt. En het is echt gewoon. Ik sta niet zeggen de hele op aarde, want ik vind het altijd niet zo fijn om een maandzonde te hebben. Maar het is een hele verbetering. Echt een hele verbetering dan daarvoor. Dus ik kan het iedereen aanraden. Vooral ook omdat je een heel zakje met maandverbanden of tampons uitspaart. Dus dat is super veel afval op een jaar die uitgespaard wordt. Dankzij zo'n kopje. Ik ga er wel nog een sterilisator voor moeten kopen, want dat is wel zo hygiënisch. En nu spoel ik hem wel een keer af, maar want ik zit nu al ongeveer aan het einde. Dus. En het feit dat ik mijn bloed zie, doet mij eigenlijk echt niks. Maar dat gaat misschien van persoon tot persoon afhangen. Oh, je hebt wel natuurlijk een kopje gevuld met laag bloed in handen. Dus dat kan van sommige mensen misschien raar zijn. Maar ik heb er geen last of problemen mee daarmee. En nu ga ik vlug ontbijten. Want ik ga straks naar de voedingsconsulente. Om te bespreken hoe dat de afgelopen weken is geweest. Ah ja, en zonder ontbijt kan ik niet echt functioneren. Ik had misschien wel meer moeten vloggen deze week. Maar vanaf maandag ga ik het misschien elke dag doen. Hallo. Het is nu ongeveer 8 uur. Mijn handen zijn redelijk koud. Ik heb geen handschoenen mee. Ik ben nu aan het handelen naar mijn afspraak met de voedingsconsulente. Ik ben eraan het lopen van mijn afspraak bij de voedingsconsulente. Hoe dat is geweest is, kan je zien in de diëten voor het leven vlogs. En iedereen staart mij aan. Onderweg. Elke auto. Elke voetganger. Het is nu nog wel redelijk rustig op straat. Maar ik heb het toch al een plekje gezien. Ach ja. Who cares? Oké, ja. Als ze te dicht komen. Of als ze echt voetganger zijn die bij mij wandelen. Stop ik aan mijn vloggen. En in het begin had ik daar echt nog heel veel moeite mee. Maar eigenlijk. Nu heb ik zoiets van. Ja, wel, als ik er kijk, dan is het er dan ook weer goed. En mijn eigen handkamp te krijgen van het vloggen. Dus ja. Ik leidde mijn groen bakje altijd bij mijn ouders, omdat mijn ouders een composthoop hebben. En ik denk dat dat daar veel beter te goede komt dan, dan als dat hier mee wordt gepakt. Dat betekent wel dat je altijd gewoon over en weer neemt. Jackie. Kijk hoe tof mijn prei aan het groen is. Dat is gewoon de zijkant van de prei die ik heb, de onderkant van de prei die ik heb afgesneden en terug in de aarde heb gezet. Mijn boeislook heb ik nog niks mee gedaan, maar die groeit hier gewoon goed. En dat is onkruid. En aangezien dat er hier niks beter in staat op dit moment, laat ik het gewoon staan om te zien hoe dat het doet. Ik vind het wel leuk om nog een klein beetje groen te hebben. En daar staan de bakstenen die daar al staan van voordat ik hier ben. En een pak aarde. In de keuken achter mijn afwasbak staat er altijd een bakje.
die ik heb gekocht voor mijn groenteafval. Het is trouwens echt gewoon een pakje van de Action, die ik als die leeg is, soms een keer onder water zet. Ze blijven er niet al te veel bacteriën achter. En nu ga ik vertrekken naar mijn ouders. En daar ga ik ook nog een paar dingen in orde doen voor mijn reis. En ga ik een film kijken, want we hebben dus een digibox, ik niet meer. En ze hebben daar Descendants 3 opgenomen, zodat ik die kan kijken. Want ja, Disney Channel, ik weet nog niet hoe dat zit om terug te kijken, want van de VRT gaat dat super gemakkelijk, maar echt geen flauw idee hoe dat ze dat doen bij Disney Channel. Dus ik ga daar, ik heb gevraagd om die op te nemen en nu ga ik die gaan kijken. Ik ga ondertussen al mijn kerstfilm verhuizen naar hier, want het is bijna tijd voor mijn vervroegde vlogmisperiode.